dames en heren, we zijn er weer bij Lucasfilm Door voor een nieuwe aflevering van Super Mario 64. En ik ga even switchen naar mijn overzicht van de Let's Play. En dan zien we dat we in deel 2 Bob on Battlefield weer ingaan voor Mario Wings to the Sky. En ik weet niet hoe jullie erover denken, maar voor mij maakt het niet uit. Of je nou een vliegpad hebt of niet. Vliegpadden zijn voor de meeste mensen lastig te besturen. Ik ga weer naar het menu van de Virtual Console. Dat moest niet. Echter. Twee en drie. Wat we dan doen. Is we gaan hier in het bloemenperk staan. En wat er dan gebeurt is. We teleporteren naar de andere kant van de chain shop. En dan kunnen we zo het kanon weer in. En dan is het nu waar het echte werk begint voor deze vier. We moeten alleen nog de vijfde. Alleen het probleem is dat je de munt zelf niet kan zien vanuit het kanon. Dus dat wordt een beetje gokken. Maar ik verwacht echter dat het niet al te lang gaat duren. Ja. Kijken. Ten opzichte van de wolk. Blijkbaar zit je als je vanuit het punt waar die staat, als je het kanon ingaat, meteen goed voor de vijfde munt. Dus dat is heel interessant om te weten. We gaan nu door met Behind Chain Jump's Gate, gewoon de laatste van dit level. Dan zijn we Bob on Battlefield. Wacht, ik probeer even een triple jump te doen en een duik. En dat was met salto. Nu moeten we het hoofd vooral koel houden. Want die change-on, dan moeten we dit ding van stompen, zeg maar, op de grondschok. Op die paal, wat we dus ook de vorige aflevering deden bij die palen waar muntjes uitkwamen. Echter, als je erop grondschok gaat doen, dan kan dat niet. Dan komen de muntjes er niet uit. We gaan door met Womp's Fortress. En dan zie je een 1 in de ster van de deur staan. Dat betekent dat je 1 ster. Ik zat nog met mijn hoofd met Mario Party, denk ik. Maar dan heb je 1 ster nodig. 1 krachtster. Power Stars heet het in het Engels. Heb je nodig
om die deur te kunnen openen. Dus eigenlijk na dat je de eerste ster hebt in Bomb Battlefield, kun je al naar Bomb Sorcerers. Ik drukte de knoppen ZL en A verkeerd om in. En ik loop ernaast. Dat is niet handig. Ik moet even de focus erin houden. Zo. Dan wachten we hier op de lift. Op dat ronddraaiende ding. Kunnen we naar de overkant. En daar is Womp's blok, de King Womp. Oké. Oh ja, dat is een glitch. Dan kun je door hem heen. Dat is niet moeilijk, nu ik het voor het eerst doe. Nu wel. Nu timed ik verkeerd met me. Maar dan hebben we de ster alsnog. Daar zijn we dan. Ster nummer 8. Ik denk dat we gewoon doorgaan. Maar met waar we mee bezig zijn. Gewoon Bomb Fortress weer in. Ik ga even kijken op hoeveel minuten we zitten. 7 minuten 27. Dat is een korte aflevering in vergelijking met de vorige. Toen hadden we wel een 100 minuten ster ook. Oh. Dus die duren over het algemeen langer. Zelfs die van Bob on Battlefield. En ik ga even uitproberen. Nee. Dan ga ik erin. Ik wilde uitproberen of ik ook de dubbele sprong schop kon doen om daar een stuk af te snijden. Niet gelukt. Niet erg. We hebben nog genoeg levens. En ik ga nu wel proberen goed deze te doen, maar het is mislukt. Oké. Weten we dat ook weer? Dat gaat dan wel weer goed. En dan zien we hier dat de top veranderd is in een toren. En dan moeten we daar weer op de top komen om de ster te pakken die hierbij hoort. En ik val erin, want ik bots tegen een muur aan en dan is het in Super Mario 64, de officiële versie, de originele versie, is het zo dat je niet langs de muur glijdt, maar dat je er tegenaan botst. En daar ben ik nog niet volledig aan gewend.
namen zijn er al. Oh. Kijk, ster nummer 9. Dan hebben we... in deze aflevering resteert ons alleen nog Shoot Into the Wild Blue. Ja, in vergelijking met de DS-versie daal je ook veel sneller bij je duik. Dat zal ik even demonstreren. Oh. Natuurlijk kan je nog niet de DS-versie zien, maar als je dit ziet, dan daal je vrij snel. Dat is op de DS veel minder. En ja, ik heb veel meer de DS gespeeld. Dus vandaar. Het is echter wel zo dat als je de A en de B knop onmiddellijk na elkaar indrukt, dus... Oh, dat was niet de bedoeling. Maar zoiets als... Damn, het lukt niet. Dat. Dan duik je als het ware omhoog. Dat vind ik dan wel een apart verschijnsel. We hebben hier een cannon. Cannon. I will open a cannon for you, zei hij. En de Wild Blue. Dat is... Daar. We hebben ook nog een andere kanonster. Die komt de volgende aflevering. Want daar is... De laatste ster van deze aflevering. Dan komen we op... Ik denk 14 minuten inclusief outro. Misschien wel maar 13 minuten. Als ik het kort hou. Ja, de volgende keer gaan we verder met... de rode munten. En... Maar ja, dat is natuurlijk nog niet zeker dat dat ook de volgende aflevering is. Want... De volgende aflevering kan ook Mario Kart 8 zijn, of Super Mario Maker, of iets heel anders. Ik weet het nog niet. Ik weet wel dat ik jullie graag terugzie bij de volgende aflevering. Zoals altijd. Dus like en abonneer. En tot dan.